Welkom hier. I'm Paige, Francis Capelli, godfather of the Camanos. Ik heb een vraag aan diverse stromingen hier in virtueel alternatieve medialand. Huh? En laat ik eens een vraag stellen, gewoon zo wat vragen stellen. Laten we eens wat vragen stellen aan al die verschillende groepen. De anti-Monsanto lobby, de health food professionals. Wat er daar is, ga ik daar eens wat aan vragen. Al dat health food, waar komt dat eigenlijk vandaan? Uit welke aarde wordt dat getrokken? Als aan de andere kant waar is dat onze lucht, ons grondwater en onze aarde al door en door vergiftigd is. How can it be healthy? Maar los daarvan, als het wel healthy is, hoe kan afford it? Huh? Hoeveel mensen kunnen zich dit financieel veroorloven? Want ook jullie gaan ervan uit dat aan kwaliteit nu eenmaal een prijs hangt. So, how are you different from those guys that we are fighting? How are you different? Waarin zijn jullie anders? Dus alleen degenen die het zich kunnen veroorloven financieel mogen gezonde hapjes eten. Is that it? Is that all you've got for me? Ik heb een vraag aan de soevereinen. Jullie die zich altijd gewoon oeverloos hebben ingezet voor het loskoppelen van de overheid door een hele soevereiniteitsprocedure in het leven te roepen. Where are you guys now? Waar zijn jullie als mensen die deze procedures volgen de straat op worden gekeld? Where the fuck are you? Wat doen jullie dan? Huh? Ik begrijp dit niet. En met mij begrijpen het er gelukkig steeds meer niet. En als het waar is dat je daadwerkelijk op die manier losgekoppeld zou zijn van de overheid. Ah, wat doet die officier van justitie daar dan? Bij die ontruiming? Waarom kunnen die ontruimingen daar gewoon doorgaan? En B, waarom hoor ik jullie niet in dit verhaal? Waarom komen jullie niet? Waarom verschijnen jullie niet? En zeggen, weet je wat? Let's give the Camanos one fucking euro. Here, there you go. En laten we een geldpotje aanleggen. Om eens te kijken of we het dan financieel kunnen bestrijden. Hetgene gebeurt. No sir, no siree. Dan wordt het stil. En het bedenken van deze clausule. Deze Luca. Huh? Luca van Dinter. Ik zou hem bijna Luca Brazzi willen noemen. Huh? Maar Luca. Ik weet niet hoeveel internetadressen die heeft. Ik weet niet hoeveel e-mails. En zelf zit hij hier wel gebakken. Niet waar. De uitvinder van die clausule. Hetzelfde heb ik meegemaakt met die andere toestand. Ik weet al niet eens meer hoe het heet. Zo'n hele Amerikaanse procedure kun je nou volgen. Dit invullen, dat invullen. Maak even lekker $100 of $70 over voor de nodige papieren die je dan moet invullen. Dan word je geregistreerd in een Record of Deeds in de Verenigde Staten. Een soort handelsregister variant. En dan hoef je je hypotheek niet meer te betalen. Het gevolg, het trappen de kloten en de straat op. And not one American in sight. Niet één van de bedenkers van deze clausule in beeld. Die daar een stokje voor probeert te steken. Dan vraag je aan het voormalige team van Argus Oog. Of aan Frontier, zo zou ik het ook kunnen vragen. Hoe komt het eigenlijk dat jullie het geld altijd hadden om bij het Krasnopolsky te gaan zitten. En peperdure bijeenkomsten te organiseren. Maar nog steeds geen idee hebben, klaarblijkelijk, dat de mensen worden ontruimd. En dat het vaak gaat om bedragen die 3, 4, 5 maal de huur vertegenwoordigen. Iets wat voor jullie toch gemakkelijk op te brengen is. Als je Krasnopolsky kunt betalen, wat is het dan om zo'n uitzetting te voorkomen? You are not in sight. Het enige wanneer wij jullie zien, is in aangedikte radioshows over de farao's, de piramides, over dit, over dat. Ufologen erbij, we halen wat ufootjes bij en we halen er wat reptilian beschavingen bij. But the reality is, folks, dat dit land naar de haaien gaat, reptilians or not, of we nu worden bestuurd door een steltje klote hagedissen of niet. Blijf gewoon zoals het is, and you are not there to be seen. Ik heb Stephen Brown geen weerwoord horen formuleren. Toen ik zei, haal mij eens een getuige op.
dan moet jij het dan toch kunnen. Dan moet dat toch wel één getuige zijn die kan zeggen, toen ik mijn huis uit werd gezet, toen stonden die boekbeelden van de alternatieve media klaar om mij te verlossen. No, sir! Die getuigen die zijn er niet. Mijn vraag aan al deze verschillende stromingen. De blijheidsgoeroes, die vinden... Ja, weet je wat, we moeten het gewoon, we moeten de hele negatieve negeren. Laten we ons fucking focussen op de good things in life. Dan komt het goed. Dat is zoiets als zeggen, weet je wat. Negeer dat de Titanic volloopt. Who gives a shit about that? Laten we dansen op de band die nog speelt. Fucking nuts. Are you guys crazy? Zijn jullie echt serieus hiermee? Zijn jullie serieus hierin? Tell me. Wel, ik zou echt denken dat ik hier de ene grap naar de andere op tafel hoor. Jullie zitten dan maar en kijken ernaar, liken, ja, best wel een goed videootje. Ja, wat die zegt, dat klopt wel. What the fuck, yeah, sure, ja, dat klopt. Ja, dat klopt zeker, ja. Want ik heb nog steeds geen tegenbewijs zien formuleren. Jij bent ook niet in staat om mij dat aan te reiken. En dit is hoe het gaat, mensen. We worden gelokt in een soort virtuele valkuil van beelden waarop we reageren. Kameel doodgestoken in het een of andere slachthuis. Dat beest dat horen we krijsen en doen en dat gaat al liggen. Maar dat is ervoor om ons bewust te worden van de manier, de onhumane manier waarop er geslacht wordt. Ja. We zijn ons daar zo van bewust dat de fastfoodketens hier gewoon doordraaien. En als we ons er wel van bewust zouden zijn, zou die bewustwording dan voorkomen dat die kameel wordt neergestoken. Terwijl hij al is neergestoken. Daarvoor is het bewijs al geleverd. En jullie zitten daar maar. En dat is gewoon ziekmakend. Ik word niet ziek van de materie. Ik word ziek van jullie. Van jullie houding. Word je zelf niet ziek als je dit naar jezelf reflecteert? Als je dat gebrek aan eigen handelswijze, aan eigen vermogen, denkvermogen moet constateren constant. Dat je niet wat beters weet te doen dan hartjes te zetten onder een video. Duimpjes omhoog. What's wrong with you guys? Dat vraag ik me echt af. En we kunnen hier blijven debatteren over 9-11. Ah, ik heb nog hele mooie verhalen over 9-11. Maar dat ga ik jullie ook nog vertellen. Best interessant. Maar, onthoud voor die tijd. Je kunt niks met die wetenschap. Ik zou klokkenluider online willen vragen. Wat dit eigenlijk allemaal voorstelt. Hè? Dat je reist met een koffer vol geld. Dat je in Ierland gaat zitten en een koffer vol geld lostrekt. Hè, kat? En tegen Victoria bijvoorbeeld zegt, oh ja, maar ik ben miljonair. Mij maakt het toch niks uit. Wat zijn dat voor dingen? Ik wil het met jullie eens hebben over dit totale gebrek aan respons. Ik heb het daar heel vaak met jullie over gehad, maar ik heb gewoon besloten om dat nog eens te doen. Op deze manier, gewoon, alle kaarten op tafel. Waar is de respons? Listen. Dat Kamano family plan is not bad at all, believe me. De dingen die ik ga bijverdienen, de dingen die ik zou kunnen verdienen, die stop ik in die pot. Yeah, sure, I will do that. En jullie geld komt daar ook in. En alles wat ik hier nog bereid kan vinden, hè, ik heb nu, dat hebben jullie zelf gezien, de best wel behoorlijke kopstukken uit die entertainment industrie hier. Die heb ik erbij geroepen, die heb ik gevraagd om er eens over na te denken. En ik blijf het ze vragen. Ga ook een man benaderen, die een eigen restaurant heeft. In Oldenzaal, merchandise in ieder geval, van dat restaurant. Het is niet zijn eigen zaak, maar eigenlijk ook wel, want hij opereert het hele ding. Of die met mij mee wil denken. Dat is ook een gozer. Heeft het hart op de goede plek. Die wil ook dat het anders wordt. Maar mijn vraag is, willen jullie eigenlijk dat het anders wordt? Is dat wat je werkelijk wil? Show me some evidence, man. Want terwijl jullie bezig zijn met het evidence door te linken en te plakken, the evidence of evil, of all the evils in the world, look what they do to this animal, look, oh my god, it's terrible. Terwijl jullie bezig zijn met evidence door te linken van pedonetwerken, evidence door te linken van massale genocides, evidence door te linken van hoe ons voedsel vergiftigd wordt, hoe de Europese Unie dat maar gewoon doorzet. En al die bergen evidence ontbreekt één piece en dat is jullie inzet. There is no evidence for that, is there?
jullie echt wat van anderen willen? Show me some evidence. Maar daarover beschikken jullie niet. Nee, in plaats daarvan, duimpjes, linkjes. Oh, ik ben niet van gisteren. Who the fuck do you think you're talking to, huh? Dat ik achterlijk ben, of wat? Ik neem grote fucking risico's hier. Ik weet niet of jullie dat beseffen. Dit is niet mijn eigen appartement. Het is granted. Voor zolang het duurt. En als ze mij kunnen pakken, en dat kunnen ze, op de dingen die ik hier al gezegd heb, dan they will do that. Want jullie zitten daar maar aan lijken. Nou, wat moet ik doen? Tell me what you want to know. Vertel mij eens wat jij interessant vindt. Wat moet ik doen om jou te bereiken? Ik heb al zoveel voorbeelden gezien. Kijk, luister naar de teksten van Lange Frans. Luister naar die en die rappers. Moet je horen, die teksten kloppen, man. Het is toch waar wat hij daar zegt? Yeah, beautiful. Maar ik zeg, het brandt buiten niks. There is no revolution going on. Maar wat er wel aan de hand is, is dat de slooparmer, de geesel van de elite over deze maatschappij, onverminderd doorgaat. En ik jullie niet zie. Ik zie jullie alleen maar met verwijzingen komen. Kijk hier eens naar. Luister hier eens naar en check dit. Nou, nu ben ik hier. Op dit Facebook. Oh, we zijn zo happy. Capelli is back. Ik was de enige die een beetje tegengewicht durfde te geven. Ik was de enige die zo tegen die alternatieve media tekeer durfde te gaan. En nou wat? So what? De enige. That's right. De enige. I'm the most lonely godfather in the history of the mafia. Als ik jullie de gang laat gaan. Maar dat ga ik niet doen. Jullie zijn in staat om iets op te zetten. And give me money. Give it to me. Zodat ik filmpjes kan maken. Filmpjes die laten zien wat het betekent als er in één keer twee heren in maffia dress houden, een oud vrouwtje staande houden op straat en zeggen van vertelt u mij eens, how you doing, hoe gaat het met u, kunt u het nog een beetje redden, zo niet, hier hebben wij een leuke envelop voor u. Hier hebben wij een tas boodschappen voor u. Hier in deze opvang zit een chef, een zekere chef. Die heeft al aangegeven dat hij meedoet. Dennis Spit. Hij is een van de partijen. Mensen die niks hebben. Die werkelijk, voor wie die 1 euro wel een fucking kapitaal is. Als je er van maar een paar moet leveren in de week. Direct waren ze hier en zeiden, wel. En dat via via laten weten, Capelle. Dat is een strak plan. Dat gaan we doen. We zijn bereid om af te staan aan u voor elkaar. Huh? Michel Smits. Maar jullie? Ik hoor niks. Ik zie alleen maar likes. Shares. Let's do something. Laten we onszelf uit deze krankzinnige hypnose programmeren. Want jullie kunnen aankomen met de meest complexe en ingenieuze lezingen. Het zet geen enkele zoden aan de dijk. Van niks door. Helemaal niks. Ship is sinking, guys. People are drowning. We need to do something, right?